Hey gasten, dit is de FIFA Experience. Vandaag gaan we weer verder met de serie Road to Duitsland. Dit is ons team wat we nu even hebben. Bad Stuber is een beetje moe en Rieter ook. En die Davi is helaas geblesseerd. Maar we hebben ook nog Holtby en Volland die overal een beetje kan spelen. Dus hiermee gaan we gewoon spelen en we gaan natuurlijk gewoon seizoenen doen. Zoals je kan zien hebben we 6 punten, dus we moeten nog 2 keer 3 punten halen en dan hebben we de titel. En 9 punten is natuurlijk gewoon voor promotie, dus dat gaat vast wel lukken, want we hebben nog 8 wedstrijden te gaan. We moeten tegen Hybrid, zo noemt hij zijn team althans. 83 algemeen, dat is aardig goed. Ja, een heel Schürrle heeft hij, die willen we eigenlijk ook natuurlijk. Goeie Duitser. Rooney, Suarez, Ramirez. Hij heeft Sturridge op RM en hij is een CM, heeft hij hem gemaakt. Best wel apart. Maar dit wordt dus een echte test voor ons. Kijken of we het aan kunnen. Let's go. Ja, ik zal Volland schieten maar, jongen. Ah. Nou, Petersen aan de bal. Legt hem terug. En? Ja hoor. 1-0 al. We beginnen goed. Gender. Balken bij Petersen. Die hield goed het overzicht. En legt hem prima terug. Petersen. Ja. Kom op, Gander is natuurlijk eerder bij de bal als de keeper. Maar de keeper komt best wel ziek uit. En hij knalt de bal weg. Müller, ja, goede paas. Volland. De keeper komt uit. Volland, lopje. De keeper heeft hem niet helemaal. Ah, Davi schiet nog weg. Jammer. Kom op, wegkoppen nou. Oké, keeper, goede redding. Oh, oh. Weg dan, Dogan. Ja, en het is een penalty. Niet te geloven. Blijkbaar een overtreding van Dogan. Nou, kom op, hij rot. Tot nu toe is het altijd gewoon een goede keeper geweest. Nasri achter de bal. Nasri. Ah, ging wel de goede hoek in, maar helaas, hij kon niet keren. Dat betekent een 1-1. Terwijl hij nog even gaat doorcelebraten. Kom op, doe even normaal, maat. Hij staat alleen maar 1-1. Het is niet alsof ik de fucking finale heb gewonnen. Ja, Petersen, geen buitenspel. Petersen schiet. En ja hoor, nog net even voor Russen, 2-1. Eerste kans voor Petersen. En hij is natuurlijk een echte spits. Hij weet precies die balletjes af te maken. Stapt op het juiste moment, geen buitenspel. Lekkere goal nog. Oké, nou we gaan dus rusten met 2-1 voorsprong. Precies wat we nodig hadden. Even lekker op het laatste goaltje gemaakt. Alleen een lelijke penalty tegen, maar ja, dat kan gebeuren. We hebben ook veel meer balbezit. We hebben 57% balbezit. En hij heeft 43%. Kom op, deze bal is weg. No, dit had ik dus niet verwacht. Gelijk naar rust scoort hij eigenlijk al met Wayne Rooney. Nu moeten wij weer aan de bak. Zo, jezus scheids. Wat een overtreding was dat. Geef eens even gauw kaart. Fucking Chinees. Sturridge, man. Crosscourtje ging mooi langs. De verstrekt been neergehaald. Nou, ja. Ah, ja. Shit, ik had hem bijna al geteld. Dat is een mooie indraaiende vrije trap. En ik weet niet meer wie het tegenaan kopte, maar hij ging bijna erin. En toen nog die rebound, die eigenlijk nog groter was, dan die had er echt in gemoeten. Maar helaas stond de keeper toen alweer op zijn goede plek. Lattehard met de voorzet naar Gander. Ah, oh, man. Bijna een goal, dat was trouwens Petersen. We hadden wel een corner over. De Kender met de corner. Komt hij bij iemand? Bij Petersen misschien? Ja! En ja hoor! Nee, Ginter! Onze beste centrale verdediger. Na Bad Stuber trouwens. Is natuurlijk naar Borussia Dortmund gegaan laatst. Zat ook bij het nationale elftal van Duitsland. Oftewel een heel groot talent. En ik ben benieuwd hoe het gaat doen bij Dortmund. Zo, jezus, wat is dit dan weer voor schot? De keeper had er blijkbaar nog moeite mee. Krijgt hij gewoon een cornertje. Als deze maar niet erin gaat. Oké. Goeie schijn van Ginter. Oh, nee. Koopkeeper, doe iets. Ah, man. 81ste minuut en maakt weer gelijk maken. Dus het wordt nog een spannende laatste 9 minuten. Plus blessuretijd. Kijken of we iets kunnen doen. Kijk, kom Gander. Geeft de paas. Ja, Müller. Müller 1 op 1. Müller, schiet. Keeper weer met de redding.
Oké, plus 5 minuten. Dat betekent dat we nog aardig mogen doorvoetballen. Kenter aan de bal. Plattehart pakt de bal af. Nu een goede voorzet naar Petersen. Petersen kopt. En ja hoor, Petersen kopt. En hij scoort hem 9e minuut. Het was een mooie voorzet teruggelegd. Maar het was nog wel een lastige kopbal. Want hij stond ver van het goal. Maar ja, Petersen is natuurlijk Petersen. Hele goede spits. En kopt hem prachtig binnen. Nog net binnen gehouden. Nice. En ja hoor. We hebben 4-3 gewonnen. Het was een spannende wedstrijd. Maar wij waren wel gewoon duidelijk de betere. Wij liepen eigenlijk al de hele tijd voor. Elke keer kwamen we 1-0 voor. Toen 2-1. Toen 3-2. Uiteindelijk 4-3. Dus het is gewoon een verdiende overwinning. We krijgen hier hopelijk weer lekker wat coins voor. 507, aardig wat coinsje. Maar we moesten natuurlijk veel uitgeven aan contracten. Want we hebben aardig een paar spelers die door een contract heen zijn. Dus die moeten we eerst even gaan verlengen. En daarna kunnen we natuurlijk weer denken aan nieuwe spelers. We hebben dus hier dus 750. We hebben nu 794 munten. Dus we kunnen een nieuwe verdediger kopen en dat gaan we zeker doen. Want dan kunnen we een beetje doorrolleren. Dus dan hoeven we ook geen conditie meer te geven. En Dogan die had net zijn contracten waren op. Dus daar hebben we geen zin om die nog een extra contract te geven. Dus deze gaat erin. We hebben dus, was natuurlijk op het WK, de linksback van Duitsland. Bij ons is hij gewoon lekker CV. Zijn favoriete positie. Even kijken tegen wat voor team we nu moeten. Even rekken, strijken. 83 algemeen weer. Nu een Italiaans team. Balotelli zie ik. Ibarbo, oftewel heel veel snelheid. Honda, ben ik zelf een groot fan van. Candreva, Vidal, El Shaarawy, Chiellini, Benatia, Abate, Armero en op doel Handanovic. Oftewel een heel degelijk team, maar ja, dat was de vorige keer ook. En wij hebben ook gewoon een goed team. Oh, de scheidsrechter echt trouwens een kut pakkie aan. Lijkt een beetje, ja, het is. Ik weet niet of het echt een bug is of zo, of ze dat serieus hebben gedaan, FIFA. Maar ik sta niet echt de punten van, want de scheidsrechter hoeft natuurlijk niet echt zo'n gek pakkie aan te hebben. Nee, het ziet er meer een beetje uit als een clown of zo. Kop, Peetsen, ja, openen. En daar komt Gender. Gender schiet. Ah, redden van de keeper. Koos de goede hoek. Old B, sterk jongen, kom op. Ja, tuurlijk. Ah, zo. Volland, schieten dan maar. Ah, toch nog zwijging op het laatste. Old B heeft weer de bal. Geef nu voor naar Gender. Ah, op de lat. Jammer, had daar nou Peetsen gestaan, dan was het geheid een goaltje geweest. Ja, goed pas op Müller. Müller legt hem terug naar Volland. Volland schiet. Korte hoek. Maar keeper houdt hem weer. Nee, dat is Petersen. Die schoot niet. En lijnrechts hebben we ook de leuke shirtjes aan. En ja hoor. Eerste goal van wie anders dan Heubedes. Net nieuw. Zijn debuut. Aanvoerdersband gelijk gekregen. En natuurlijk met de cornertje. Heubedes kan natuurlijk goed koppen. En hij laat gelijk zijn waarde zien. Die Barbo aanpakken. Ah, oh man. Fucking horde lopen wat hij doet. Zijn snelheid. Nee joh. Oeh, er komen geluk weg. Mario Balotelli vertikt hem om hem af te maken. Maar ja, dat is Mario hè. Die scoort wel als hij het wil. Oh shit. Keeper gaat terug. Ah, de keeper is veel te laat terug. Ibarbo kan hem inkoppen. Dat betekent dat het weer gelijk staat helaas. Ja, tuurlijk. Ga lekker viool spelen, joh. Met je neppe smile, Ibarbo. Je bent nep, jongen. Je hoort helemaal niet zo goed te zijn. Op de WK viel die zwaar tegen, man. Niet in FIFA is die fucking god. Kom op. Ken haar nou. Bloem dan. Ah, en dan fluit hij af. Terwijl we nog gewoon met een aanval bezig waren. Maar rusten gaan we dus met 1-1. Hopelijk kunnen we de tweede helft even eroverheen gaan. Let voor de counter. Ja, dan gaat die Barbo. Gelukkig heeft hij een slechte aanname. En Heubedes kan... Oh, Heubedes. Ah, oh, man. 2-1 achter. Kut. Oké, mooie actie van Müller. Moeten we doorgaan? Ja, dat doet hij. Müller. En ja hoor, wat een rush. Müller had er zin in. Toen hij eenmaal op dreef was, toen was hij niet meer te stoppen. Hij bleef maar doorrennen.
Beetje egoïstisch, maar fuck it. Staat er 2-2, nice. Daar gaan we weer. Ja, mooi. Oeh, Bloem neemt er wel een beetje slecht aan. Nu de voorzet naar Müller. En ja, nee, wacht, wie is het? Eerst kijken. Müller toch wel, met zijn tweede goal weer. Het was wel een hele mooie actie. Natuurlijk dat hele mooie hakje van Petersen. Bloem nam hem een beetje verkeerd aan. Maar de voorzet was wel weer prima. En Müller, kleine man, maar de voorzet was zo goed dat hij hem gewoon binnen kon koppen. 3-2, we gaan aan leiding. Nice. Ja, gaat Volland. Volland gaat naar binnen, want hij heeft natuurlijk een sterk linker. Nog een keer. Schiet. En ja hoor, dat is de 4-2. Nu gaat het hard. Onze speler is een beetje kapot gespeeld. En nu gaan wij er gewoon overheen. We waren altijd al beter natuurlijk. Dan die gast. Alleen hadden een beetje ongeluk. Zijn goals vielen precies op het juiste moment. Maar nu gaat bij ons ook lopen. En ja hoor, we hebben de winst te pakken. 4-2. Dat betekent dus dat we de titel hebben gewonnen. Het was een spannende wedstrijd. Hij kwam zelfs nog even voor. Alleen toen hij voor kwam, toen gingen wij pas echt hard werken. En kijk eens ook, Müller, 9,6 heeft hij verdiend. 528 punten, hartstikke nice. En dan krijgen we nu nog extra punten, want we hebben de titel gewonnen. Dat betekent 2000 munten. En dat is natuurlijk hartstikke nice. Daar kunnen we een paar goede spaces mee kopen. En nu gaan we soort van echt beginnen, want nu komen dus echt goede spelers bij kijken. En worden we steeds beter. De titel hebben we dus gewonnen. Nu sluiten we hem ook even af. En dan zien we nu de volgende aflevering weer. Zitten we dus in divisie 9. Kijken hoe het dan gaat. Een paar nieuwe spelers kopen. Zie je dan. Later.